Which way are we going? I don't know. Let's continue. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of JP, Ocarina of Time. Ik ben er weer in Zelda Play 20 zoals altijd. Jullie entertainen voor deze aflevering, denk ik. Tenminste, ik ben hier alleen. Samen met Mellon aan mijn zij. Voor mijn microfoon. Maakt niet uit. In de vorige aflevering hebben wij een minigame gedaan. Hebben we Piece of Heart gehaald en een Big Equiver. En zijn we dus zeg maar een mini-tempel ingegaan. En in deze aflevering gaan we daar vrolijk mee verder. Goed. Deze plek. Wat we hier moeten doen is open the eye of blind the eyes of the statue. Dit doet een beetje eigenlijk denken zeg maar aan een minigame van de Wind Waker. Maar ja, vergeet niet. Ocarina of Time die was eerder. Wat we hier moeten doen is we moeten pijlen schieten op die ogen. In één totale ronde. Dus dit is eigenlijk ook weer zo'n aiming practice. En raak je de ogen, dan worden ze rood. En je moet ze dus zeg maar alle vier moet je ze rood krijgen. Nogmaals, dit is een stuk makkelijker te doen op de 3DS. Aangezien dat je dus zeg maar motion aiming controls hebt die heel goed geperfectioneerd zijn. En hier kun je nogal een beetje zeg maar last hebben met de frames. Aangezien dat, volgens mij zit het spel in 25 frames of zo. Dus we zijn allemaal een beetje verwend daarmee eigenlijk. Als je het mij vraagt. We zijn een beetje verwend met de frames. Goed, nou, we zien dus zeg maar een kistje verschijnen op het moment dat we alle ogen hebben geraakt. En als we dat kistje natuurlijk openmaken, komen we weer niks anders achter of tegen als een sleutel. Da-da-da-da. You have found the key. Yay. Nou, als ik me niet vergis, en dat doe ik jammer genoeg best wel vaak, hebben we nu dus zeg maar deze kant helemaal gecompleet zover als dat het voor ons mogelijk is. We hebben deze sleutel te pakken gekregen. We hebben de deuren hier geopend. We hebben hier de sleutel te pakken gekregen gisteren. We hebben hier de sleutel te pakken gekregen gisteren. En hier moet ik heel eventjes weer de pantoffeltjes voor aandoen. Dat verdient een pantoffeltje. Pantoffeltje. Met een boterkleur. Oké, nou. Maar heb ik jullie dus zeg maar verteld dat er aan de andere kant... Want even kijken, die deur hebben we ook gehad. Dus daar hoeven we ook niet meer naartoe te zijn. En daarboven, dat brengt ons eigenlijk weer terug zeg maar, naar de main room. Alleen dat kost sleutels. Dus de beste manier om het te doen is om gewoon eigenlijk deze kant te gebruiken. Goed, nou het eerste wat ik altijd eigenlijk doe is weer gelijk die pantoffels uit. Ik vind die echt niet fijn lopen. Dus mijn excuses. En mocht je nou zeg maar eigenlijk een beetje problemen hebben met deze mini dungeon... er is hier een plek in het midden dat je dus zeg maar een Great Fairy kan oproepen die dus zeg maar je magie herstelt. En ook nog eens een keertje je hartjes helemaal vult. Mocht je geen Fetus of Life Potion bij je hebben. Dus altijd leuk om te weten. Nou, als we dus zeg maar naar de linkerkant toe gaan, dan komen we weer op een Battle Arena uit. Defeat all the enemies in a limited time. En volgens mij krijg je hier 1 minuut voor. Nou, de limited time die we dus hebben is dat we 2 stealth-foes moeten verslaan. Stealth-foes nogmaals zijn niet echt een probleem. Oh, hier wil je eigenlijk wel de hoverboots voor aan. Aangezien dat je in het zand zit. Ik denk dat ik hier al eventjes de Deku-nutruk voor gebruik. Aangezien dat we maar een hele korte tijd hebben om dit te doen. Goed, nou, ik heb je vast. Oh, verdorie. Ik haat stealth-foes. Ik haat ze! Ja, ik ken ook eigenlijk... Weet je wat? Ik doe eventjes de Big Gun Sword. Ik denk anders niet dat ik het in de tijdslimiet ga halen. Oké, dat is 1. Gelukkig verdwijnen ze gelijk. En is het niet zeg maar dat ze weer van die regeneration bullshit hebben. Oeh, dan nam ik eigenlijk best wel veel schade. Maar ja, ik heb ze verslagen. Dat is het belangrijkste. Ik weet niet waarom. Ik heb altijd met de stelfels in Ocarina of Time heb ik altijd heel erg veel moeite gehad. Vraag me niet waarom. Zal wel een Zelda Play dingie zijn of zo, weet ik veel. Oh, oké. Nou, we hebben dus alweer een sleutel. We hebben 6 sleutels. Volgens mij zit al genoeg sleutels. Maar voor de sake of, ik show jullie gewoon gezellig even nog wat meer. Laat ik jullie dus zeg maar nog wat meer zien. Want er zit hier een... Was dat in dit spel? Was dat? Ja, natuurlijk is het in dit spel. Maar was het op deze locatie? Dat vraag ik mij af. Oké, dat is waar we binnen zijn gekomen. Dus even kijken. Dan moeten we nou hier doorheen. Ja hoor, dit is die vervelende kamer. Dit is al de 3e keer dat we deze dingen... Ja, gather the jewels of white. Gather the jewels of shite. Sorry beste ouders, die moest eventjes.
Ik weet dat heel veel ouders, zeg maar, meekijken met mijn favoriete kijkers. En met gezellige kijkers. En met de mensen die me heel veel complimenten geven. Nogmaals bedankt daarvoor. Voor al die support. En ik krijg ook heel vaak, zeg maar, complimenten tegen tot, of binnen. Tot ik dus, zeg maar, een kanaal ben die op mijn taalgebruik let. En voornamelijk dus, zeg maar, rekening hou met dat ik dus, zeg maar, heel veel jonge kijkers heb. Dus nogmaals heel erg bedankt voor die reacties. Ouders van de kijkers. Als jullie dit ook zien, als jullie dit ook horen, speciaal voor jullie. Even heel erg bedankt daarvoor. Voor die vriendelijke woorden. Ik doe mijn best, dus laat ik het zo... Oh ja, en er zijn er ook walwijs, dus laat ik het sowieso proberen. Dus. En ik weet het, ik kan heel snel praten. Het klinkt alsof ik heel erg druk ben. Maar dat heeft gewoon te maken met dat ik zoveel mogelijk informatie probeer te proppen eigenlijk in één video. The more you know about Sapie. Oké, nou, we hebben nog maar heel weinig tijd. Dus ik sta hier eigenlijk een beetje mijn tijd te doen. Hoeveel heb ik nog nodig? 2, 3. Oké, go, 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 go. Volgens mij stond er daarboven nog eentje. Even hier wachten. We hebben nog maar 30 seconden. Ik heb nog maar anderhalf. Wachten! Hier staat er geen, hè? Nee, staat aan de andere kant. Oké. Go, 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 Power Ranger. Ah, nou moeten we bedenken dat het eigenlijk nog niet eens meer nodig is wat we nou doen. Oké, komt ook een steen. 18 seconden. Haalt hij het op, haalt hij het niet? Oh, daar is er nog één. Waar zit hij? Waar zit hij? Waarschijnlijk... Oh, daar zit hij, daar zit hij, daar zit hij, daar zit hij. 9 seconden. Pak hem, 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 pak hem. Oké, we hebben hem. Dit is de enige kamer trouwens waar je geen sleutel krijgt. Even om dat te verduidelijken. Dus, heel erg belangrijk. Nou ja, het is niet echt belangrijk, maar... Dat je niet je eigen helemaal surf gaat zoeken voor een sleutel die hier niet is. Dus, en die deur die we hier zien, de enige manier om daar naartoe te komen, is ook weer om de hookshot slash longshot te gebruiken. Goed, nou, dan gaan we hier een deurtje door. En ja, eigenlijk, dit is eigenlijk without the necessary items. One will be confounded by the impossible mysteries. Oké, nou, dit is eigenlijk die kamer waar ik het over had. Het eerste wat we willen doen is eventjes deze gast eventjes uitschakelen. Hallo. Doe jij eens eventjes je ding. Doe je ding. Je probeert te slaan en ik sla jou en dat is pech. Goed. Deze steen die we hier dus, zeg maar, nou in de muur zien, die kunnen wij op dit moment niet verschuiven. Daar is een speciaal item, zoals ik al gisteren zei. De Silver Gauntlet. Die hebben we nodig om die deur dus, zeg maar, daar te openen. Wat erachter zit is, ik geloof nog 2 kamers voor 2 extra sleutels. Die we dus eventueel zouden kunnen gebruiken, mochten we dus, zeg maar, dat nodig hebben. Kun je alsjeblieft heel eventjes weer die swing doen? Dankjewel. Oké, nou, ik heb heel eventjes de bom nodig. Volgens mij krijgen we nou weer een kistje of gaat er alleen de deur open? Nee, we krijgen een kistje. Mooi. Als we deze deur, zeg maar, opblazen, dan komt er hier, als ik me niet vergis, een schakelaar achter. Nee, dus. Oké, nou, ik vergis me weer. Ah, waarom nu? Oké, deze geeft pijn. Ik dacht heel eventjes dat ik daar ook een sleutel zou geven. Maar goed, er is dus verder niks in deze kamer wat we kunnen doen met het blote oog. Gebruiken wij daarentegen nou de Lens of Truth en de hookshot, dan zien wij dat daar dus, zeg maar, een opening zit. Deze opening hier is handig, omdat hier zit namelijk een schakelaar. Deze die maakt de deur achter die steen open. Nogmaals, we zullen nooit zien wat er achter deze steen komt. Aangezien dat we het niet nodig hebben. Dus dat is heel erg fijn om natuurlijk te weten. Maar hier hebben we nog een deur. En deze deur die brengt ons, als ik me niet vergis, boven deze kamer toe. Waar we dus, zeg maar, alle sleutel hebben gevonden. Maar er zit hier nog een deur. En je zou hier eigenlijk Pierre op kunnen roepen. Mocht je dat willen, ben ik... volgens mij was er hier, hebben we deze... maakt niet uit. Hier komen we automatisch weer bij een extra sleutel. We hebben dus nou een totaal van 7 sleutels. Volgens mij meer dan genoeg. En deze sleutels die kunnen we dus nou gaan gebruiken. Om ervoor te zorgen dat we eindelijk de item van deze dungeon gaan krijgen. Dus moeten we weer helemaal teruglopen. Nou, dat kunnen we op 2 manieren doen. We kunnen de weg nemen die we dus hebben genomen. Of we lopen gewoon via deze route. Wat ik zelf natuurlijk veel fijner vind. Omdat we kennen deze route. Dus waarom ook niet? Hallo. Nou, daar hebben we weer het kistje met brandje erin. Heel erg boeiend. Heel erg fijn. Heel erg leuk. Heel erg subliem. Zo gaaf. Hier hebben we weer de pantoffelkamer. Even de pantoffeltjes dus weer aantrekken. Dus, Nee, heel erg bedankt in ieder geval nogmaals voor die support. En, vandaar dat er dus, zeg maar, op de weekend special de waarschuwing zit van, als je toestemming hebt, mag je natuurlijk kijken. Maar let er wel op, van, dat is dus een andere categorie waar dus, zeg maar, wel grof taalgebruik.
Ik bedoel, ik probeer wel te letten op mijn taal. Ik bedoel, ik bedoel. Ik zeg het wel heel erg vaak, hè. Ik, ja, vind zelf persoonlijk, er zijn, niet dat alle kanalen zo zijn, maar er zijn heel erg veel kanalen waar ze dus non-stop eigenlijk grof taalgebruik gebruiken. En ja, ik zelf heb zoiets van, je kunt ook entertaining bieden zonder grof taalgebruik. En dat vind ik eigenlijk best wel belangrijk. Dus, vandaar. Goed, dan gaan we dus zeg maar naar de middelste kamer toe. En nou moeten jullie eventjes heel goed opletten hoe dat dit precies in zijn werk gaat. Je hebt dus zeg maar, dit is de sleutelkamer waar ik het al over had. En je hebt dus een sleutelpoort aan de rechterzijde en aan de linkerzijde. Die, als je dus zeg maar nou naar de rechterzijde toe gaat, kom je weer bij die kamer uit waar we alle sleutel gisteren te pakken hebben gekregen. Dus je wil echt naar links toe. Maak je deze fout? Dat wil je niet. Goed, nou, je komt dus zeg maar heel veel gesloten kamers tegen, of ja, gesloten deuren. En die moeten we allemaal openmaken om dus zeg maar bij de mainkamer te komen. Af en toe kom je een kleine beloning tegen van 50 rubies daar, pijlen hier, bommen daar, noem het maar op. Goed. Als we dit pad blijven volgen, je ziet daar in het midden zie je een enorme grote kist staan. Dat is eigenlijk zeg maar de treasure waar we voor willen gaan. Nou, dan maken we deze deur open, krijgen we weer een kleine beloning. We zitten alweer op de 500 rupees. Yay. Mocht je geen rupees hebben, dan is het eigenlijk zeg maar, en je moet die ene minigame nog doen, dan is dit eigenlijk best wel een handige kamer die je dus helemaal kan doen. Nou, we hebben nog 3 sleutels. Ik zie dat hier naast ons de deur zit. Dus, oké, nee, je hebt echt 7 sleutels nodig. Dus, je hebt minimaal 7 sleutels nodig om dus, zeg maar, bij het grote kistje te komen. Mijn excuses, ik dacht dat 5 al genoeg was. Maar je hebt er dus 7 nodig. Dus speel je met mij mee. Heel erg handig, heel erg fijn. Dan heb je dus, zeg maar, al 7 sleutels genoeg. Dan kun je dus, zeg maar, je grote reward opkomen halen. Het nadeel daarentegen is, het is niet zo'n reward. Je zult het zien. Dramatic tension. You got the ice arrow. Set it to something and your arrows will be powered up. If you hit your target, it will freeze. Dit is het meest zinloze item in Ocarina of Time. In de tweede versie, of ja, eigenlijk in het vervolgverhaal van Ocarina of Time met Majora's Mask, hebben ze de ice arrow een enorme upgrade gegeven, wat dus heel erg fijn is om te weten. Hier daarentegen heb je er helaas niks aan. Teleurstellend. Maar het is dus een enorme waste of time om dus, en ook in of time, waste of time, om dus zeg maar de ice arrows te krijgen. Jullie weten dat ik de fire arrow te pakken heb gekregen. Hoe vaak heb ik die gebruikt? 0 keer! 1 ding, je hebt hem op een gegeven moment heb je wel de fire arrow nodig. Zeg ik er heel eventjes bij, de fire arrow is op zich eigenlijk ergens wel voor nodig. Dus die wil je zeker hebben. De ice arrow, nergens voor nodig. Heeft het nut? Nee. Zijn er vijanden waarop je het wil gebruiken? Nee. Waarom niet? Je zwaard is stukken makkelijker. Gebruik je bijvoorbeeld pijlen voor een vleermuis of een kies dus. Geloof me, hij gaat al dood met een gewone pijl. Dus waarom zou je een ice arrow willen hebben? Mocht je nou zelf zoiets hebben van, hey, er is wel nut voor een ice arrow. Laat dat zeker weten in de reacties, want ik ben zeker nieuwsgierig naar jouw mening over de ice arrow. Goed. Nou. Als je dat pijltje daar zeg maar raakt, dan komt er dus zeg maar hier een kistje tevoorschijn. En dat kistje, dat helpt je dus zeg maar weer mee om ervoor te zorgen dat je dus wat pijlen vindt of wat supplies. In dit geval vinden we hier een Deku Nut. Aan de andere kant valt er, of een Deku Nut om mij nou 5 rupees. Ik noem maar een Deku Nut. Blablabla. Hier vinden we de arrows. Mooi. Nou, ik zou jullie gelijk al eventjes laten zien hoe dat zo'n Great Fairy ding werkt. Want ik heb het er een paar keer over gehad, ik heb het jullie nog nooit laten zien. Op het moment dat je dus zeg maar je veetje naast... Controle werken eens een keer mee. Op het moment dat je dus zeg maar je veetje, Navi in dit geval, groen ziet kleuren en Song of de Scarecrow Song heeft geen effect, de Song of Time heeft geen effect, dan wil je dus de Song of Storms of de Sun Song spelen. Doe je dit? Oké, blijkbaar was dat niet de goede, dus we moeten echt de... Song of Storms hebben. Dan zie je dus zeg maar zo'n Great Fairy eruit komen. Deze kun je niet vangen in een, flesje. Maar het herstelt dus zeg maar 10 van je hartjes, als ik me niet vergis, uit het hoofd. En het zorgt er ook nog eens een keer voor dat je magie helemaal gevuld gaat worden.
Nou, dan hebben we eigenlijk alles gedaan in Gerudo Valley. Er is nog maar één... Of Gerudo Valley, om mij nou. Gerudo Fortress. Gerudo Valley zit er een kamer hiervoor. En hebben we nog maar één piece, piece of hard te gaan. Eén sidequest. En één power-up van een Great Fairy. Dus ja, hey newcomer. Hoi. Dus om die weg open te maken, willen we hier deze ladder gaan opklimmen. Spannend. Als we hier bovenop komen, dan hebben we hier nog zo'n mafkees. Hey rookie, are you going into the desert? I'll open this gate for you. But you can't cross the desert unless you pass the two trials. The first trial is the River of Sand. You can't walk across the river. After you cross it, follow the flags we placed there. You can't walk across this river after you cross it. Logica's met een broodje gezond verstand, dames en heren. The second trial is the Phantom Guide. Those without eyes that can't see the truth will only find themselves returning here. You are going anyway, aren't you? I won't stop you. Go ahead. Klap, klap. Oké, dus we hebben dus zeg maar eigenlijk de hoverboots zijn een must-have. Of de longshot kan je daar ook bij gebruiken. En de lens of truth is belangrijk. Nou, ik vind eigenlijk eerlijk gezegd, we hebben de meest useless arrows. Maak je geen zorgen, ik zal ze nog een keer laten zien wat ze doen. Maar we hebben ze dus zeg maar voor elkaar gekregen om dat te laten zien. Dus in de volgende aflevering neem ik jullie graag mee naar Gerudo Desert. En gaan we dus zeg maar kijken of we de Spirit Temple kunnen vinden. Dus zoals altijd, dank ik jullie voor het kijken naar deze aflevering. Heb je een leuk momentje over? Heb je vragen over deze aflevering? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Jullie zijn awesome, maar dat weten jullie ondertussen wel. Maar ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En ik hoop jullie te zien in de volgende aflevering. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Dat weet ik niet meer precies. Ja, sorry. Ik word ook moe van mezelf. Bedankt voor het kijken, jongens. En tot morgen. Doei!